bubbly, bubbly. Bubbly, bubbly, bubbly. Goedemorgen. Goedemorgen. Je bent alweer pad, zie ik. Wacht, ik doe even een banaantje. Ja, ja, hier, doe even mijn banaan. Ik kan niet en een camera vasthouden. Even zo, het banaan even open. Zo, ja. Ik doe de druifjes, suikersmins, okay. Suikersmins. Even, ja. Dit is ja. Druifsuikersmins. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. We gaan even op pad. Ik zag vorige week allemaal weer kikkers en podden op de weg lopen. En sommige zaten op elkaar. Mm-mm. Dus, dat betekent dus, dat er erg kikkers gelicht. Er kan weer kikkerdril komen, klopt. En wij weten een aantal... Ja, achter. Hierachter, een paar plassen. Ja. En het zijn eigenlijk gewoon kuilen met water. En we weten onderhand elk jaar... Drogen die in. Er zit eigenlijk, het is eigenlijk geen sloot. Het is gewoon een plas. Maar omdat hij zo lekker ondiep is en het riet er zo'n beetje omheen staat... Komen die kikkers daar, die leggen daar die kikkerdril neer. Maar ja. En dan over een paar weken droogt die plas uit. En dan is het gewoon eigenlijk gewoon weer dus het gewoon, grasveld. Ja, en bijna elke keer echt precies op tijd of net te laat. Ja, dus we gaan even kijken. We Dit hebben geen idee. Is heel vroeg. Ja, het is ook vroeg natuurlijk. Het is eind maart. Dus we gaan even kijken of er kikkerdril ligt. Dat weten we niet. En zo ja, dan gaan we het verplaatsen. En dan gaan we daar een plek doen waar hopelijk de kikkertjes ook kunnen groeien. En dan doen we dit keer bij de... Begraafplaats. We gaan dus naar een begraafplaats. Is het begraafplaats? Volgens mij wel. Begraafplaats. Dus we gaan gewoon waar heel veel rust is, gaan we de kikkerdril uitbrengen. Er is maar één waterhoen afgelopen. Tenminste, afgelopen keer was er maar één waterhoen. Oké, want waarom die waterhoen dan? Die gaat opeten anders. Oh, dat moeten we niet hebben. Lekker zo'n begraafplaats. Nou goed, we gaan even laars aantrekken, want dat zal wel blubber zijn als we erin moeten. En dan lopen we even heen. Ja. Even de sieraden af. Ja, je magneet. Sieraden. En je hebt je prachtige jas weer aan. Je magneetsieraad en je horloge. Ik kan hem opstropen, dat is fijn. Ja, dan kun je anders de blubber in. Oh jeetje. Wat is er? Dat is ook een mooie zien. Oh, van gisteren. Kijk, ook een prachtige hond. Je was gisteren gevallen, hè? Ja, met skileren. Met skileren ben je gevallen. Dat is lekker. Nou, fijn is dat. Best wel. Ja. Nou, dan lopen we even buiten. Ja. Gaan we even kijken op de zijkant voor die mensen. Nou, dan lopen we even buiten. Het waait wel. Ja, het waait wel. En vanmiddag zegt men dat het gaat regenen. Ja, het moet wel snel zijn. Dus, nou, we hoeven niet snel, maar het is wel rekening houdend met het weer. Ja, dan gaat het wel hard regenen. Ja. Denk ik, want als het best wel, dat heb ik geleerd van school volgens mij. Ja. Als het gaat waaien, dan gaat het ook best wel hard regenen. Oh, oké. Okay. Nou ja, ik weet dan niet wat jij op school leert natuurlijk. Ojo. Ja, is een tak afgebroken. Een tak? Ja. Een beetje een XXL-tak. Nou, en vandaag, Dave gaat ook verder met zijn... Survivor, of een pomphuis. Oh ja. Dus ja, misschien ga ik daar ook wel even kijken nog. Nou ja, we het ruikt hier wel... naar bijvoorbeeld vis. Ja, het ruikt wel een beetje een aparte geur. Ja, ik ruik het ook. Er ligt ergens iets te rotten. Ja, het is vaak aan de zijkant of onder de brug. Ja, oké. Okay. Ik denk aan de zijkant. We lopen even die kant op. Ja. Hier links zie je ook eigenlijk een... Nee. Dat hadden we toen ook al gekeken. Ja. Dit is... Ja. Ja, maar daar doen ze het niet. Oké. Daar hebben we al wel, die... Het is wel gezakt al. Vorige week stond het helemaal omhoog met water. Ja, maar... Dat moet nu snel zijn. Ja. Maar daar kijken we elk jaar en elk jaar ligt er niks. Nou, we gaan nu even naar die andere plek dan. Ja, die daar... Het waait wel een beetje, jongens. Dus het geluid kan af en toe een beetje... Ja. Ja. Soms hebben we ook echt een tegenwind dat we echt doen. Zoals nu. Ja, zoals nu. Zoals waarschijnlijk zullen jullie het ook horen. Bij de vorige kamer was het pas echt heel erg. Ja. Dan verstond je ons nog ineens. Oké, hierin en dan zijn we er. Ja, naar beneden lopen. Ja, dan moeten we nog verder. Denk om de hondenscheisje. Ja. Want dit is echt zo'n hondenveld. Ja, een beetje jammer. Kijk, hier. Ja. Oké, nu moeten we kijken. Ja, rustig even kijken. Hier, je bent alweer aan het rennen. Nee, ik ga het schoon. Het is nog wel... Even kijken hoor. Het is hier echt normaal. Ja, oké. Hier zou het wel moeten liggen. Kijk, dit droogt helemaal in. Ja, het is nu al half droog. Ja. Ja, ik zie wat. Waar? Hier. Ja, ik zie het gespot. Ja, het is een mooi hoopje hoor. Ja. Kijk, ze hebben hier al met een trekker doorheen gereden. Achter hier. Kijk, daar is met een trekker doorheen.
Ja, dan is waarschijnlijk wel, dan ligt hier toch ergens wel een dood padje. Of kikkertje of wat dan ook. Kijk, maar dit ding wordt dus helemaal droog. Ja. Maar dat is nu een plasje. En elk jaar, ja, gewoon elk jaar, komen hier die kikkers terug. Ja. Ja, het is veel hoor. Kijk. Ja. Oh, nou, ik zou zeggen, stap maar even het water in een beetje. Ja, ik kan niet. Ja, je kan toch gewoon vanaf de zijkant, iets meer naar van links. Zo, vanaf die kant. Oh, jeez. Wat erg. Ja, zo. Zo, net zegt. Heel veel water. Dan pak je, nee, dan pak je het blubberwater. Ja, daar hebben we schoonwater. Hier schoonwater. Niet vallen, hè? Oh, ik kom er niet uit. Help. Ik zit vast. Ja, rustig, want anders maak je allemaal blubber. En 1, 2, 3. Oh, jongetje. Oké. Zo. Ik zit wel een klein beetje vast in. Een beetje schoonwater daar pakken. Ja, oké. Okay. Heb je? Ja. Oké. Okay. Kunnen ze hem... Oh, je zit echt mijn voet stoppen. Ja, dat maakt niet uit. Oh, joh. Nou, ze zijn ook wel heel mooi hoor. Allemaal heel kleintjes. Ja. Pas gelegd, denk ik. Die helemaal? Ja, die is helemaal, ja. Kijk, als ze nog... Oh. Oh, dit? Ja. Dit is nog vers. Ik weet niet hoe je dat noemt. Ja, ja, die is pas gelegd. Kijk. Ja, die is heel groot. Oké, okay, in de emmer, hup, gaan we verplaatsen. Kijk, dit is ja, al wel... wat ouder. Dat kan je zien aan de grootte. Ja. Dit is tussenin. Dit is een vierde, derde. Ja. En dit is een... Oh! Ja. Jeetje, dit is een grote. Ja, die is al een tijdje oud dan. Oh, jeetje. 1, 2, 3. Op dit snel, snel. Oh, valt een stukje naast. Nee. Zo, ja, erbij. Up. Okay. Nog meer, ligt er nog meer? Nee. Oké. Okay. Nou, dan ga je naar die kant, dan moet je je emmer meenemen. Oh, ik ben eruit gekomen. Nog meer is. Oké. Okay. Oh, kijk. Okay, dit is er nog eentje. Een heel kleintje. Ja, kijk, heel mooi. Dus dit is echt nog, dit is echt vet. Kijk, ja. Kijk nou. Zo. Dit is echt... Een nieuw batterijtje gedaan. Oké, okay, waar was je gebleven? Vier. Dit is dan... Dit is ook nog wel vet. Dit is ook een mooie. Dit ook. Oké, okay, ja, die is ook mooi. Dat is nummer 5 of 6. 6. 6 is dat al. Ja, dat is een kleintje. Dit kleintje. Is zover. Ja. Een nieuwe. 8. Eetje. 9. Dat zijn er 2 volgens mij, niet? 9. 10. Zijn er 12 volgens mij? 11. 12. Nou, alle losse stukjes nog. Ja. Even kijken of we nog wat zien. Even we nog wat zien. Losse stukjes. Je bent goed bezig, Api. 7 de kikker. Ja. Red de kikker. Ja. Zo'n mooi beestje. Wow, de hele grond gaat ademen, joh. Even kijken of we nog meer zien. Ja, ik ga ook even aan. Het zit echt helemaal vast. Hè. Je zit ja. Echt. Oh, het is een soort drijfstof dit. Oh, dit is zwaar. Oh. We hadden 2 emmers moeten meenemen. Oh. Zo. Oh ja, ik hoor, zie je nog. Want kijk, dit zijn allemaal kikkerdrillen. Ja, want kikkerdrillen maken zo'n bobbeltje. Maar padden, die hebben slierten. Oh. Dus padden maken hele lange slierten. Oh, ik heb nog nooit padden. Dus die moeten we ook even zoeken. Die zitten dan hier tussen ook. Ik heb nog nooit padden gered. Ja, paddendril. Ja. Ja, die maken sliertje. Nee, ik dacht dat ik nog iets zag. Maar dus als het er te lang ligt, ja, dan wordt het toch wel wat drap. Ja, dat klopt. Ja, dan is er heel veel drap hier, joh. Ja, maar ik zie geen zwarte stipjes, dus ik zie geen kikkervisjes. We zijn al mooi op tijd. Ja, dat wel, maar we moeten nog wel even kijken naar die pad. Maar ik weet niet hoe dat eruit ziet. Ja, het is hetzelfde, maar een hele lange sliertjes zo. Dus jij zou dat moeten hacken? Ja, het is hetzelfde als drill, alleen dan langwerpig. En dat we natuurlijk best wel veel padjes zien lopen hier. Ja, nee, een deel eigenlijk. Heel alleen maar padjes. Ja, niet echt veel kikkers. Nee, dat klopt. Oh my god. Kijk, hier is het al ingedroogd bij jou daar. Ja, hier is het echt. Maar echt.
Wat is er? Allemaal plastic. Ja, dat is niet goed, jongens. Ja. Dit, je, als je hier woont, ja, dan weet je dat dit een padden/kikkerding is. Ja, en dan toch gooien mensen dingen erin. Ja, dat hou je, schat. Ja. Wat je doet in de emmer, leg me boven op de drill, ja, en dan gooien we het zo meteen in de prullenbak. Ik vind dit zo echt. Ja, dat is niet goed, maar ja. Waarom doe je het? Dat ja, maar het kan ook gewaaid zijn, hè? Ja, dat klopt, maar ja, alsnog. Je hebt het er wel op de grond neergelegd. Je hebt het wel los gegooid op de grond, dat is ja, niet goed. Heel goed, leg me even gewoon in, die is gewoon water. Ja, maar dat druk ik wel uit. Zo, water eruit. Op de drill, gooien we het zo meteen weg. Oké, ik ga even kijken. Even kijken of we hier nog wat zien. Ik ga er even in. Ja. Om te kijken. Om te kijken of je wat sliertjes ziet van paddendril. Ja, ik weet niet. Ik denk wel dat ik het moet herkennen. Maar je moet natuurlijk heel voorzichtig zijn. Ja. Want je kan natuurlijk ook kikker nog doen. Ja, maar over... kikker, dat hebben we er wel uit, denk ik. Ja, de kikkerdril hebben we er wel uit. Maar over 2 weken zit hier eerst deze ding helemaal ingedroogd. Oeh. Eentje. Nou, ik denk dat we hem hebben hoor, wijfie. We gaan ze loslaten even hier. Nee, maar ik weet nog een paar andere plasjes. Ja, we gaan nog een andere plas. We hebben nog een plek, verderop. Ja, en daar ook. Ja, daar ook, daarop, daar gaan we even heen. Loop je daar nu even heen? Ja, ik moet er eerst even uit. Ja, je moet er even uit. Ah, shit. Ik zie ook geen kikkers nu, hè? Nee, volgens mij zijn die al weg. Die of zijn plat, of ze niet. Ja, of die zijn opgegeten. Ja, of dood. Regen. Ja, of ze zijn doodgereden, hè? Ja, dat kan ook. Oh, jeetje. Ja, ja, deze vallen. Het is heel zwaar. Ja, is die zwaar? Oh ja. Huh? Nou, we ja, lopen even verder. Misschien moeten we volgende week nog even kijken of zo. Ja, we gaan zeker. Want dit is echt een goed plasje om... Het is altijd om te redden. Hier zie je al grote bandensporen, dus ze hebben er met een auto doorheen gereden. Het is echt sneu. Ja. Waarschijnlijk ligt hier ergens tussen een landopadje. Ja. Of kikkertje. Ja, en hier is die andere. Sorry, Riet. Ja, ja, je kan gewoon inlopen. Ja, maar ik moet wel even voor mezelf mijn ogen beschermen. Gaat het net waaien? Ja. Ik heb zo'n plekje wat ingedroogd al. Ja, die is wel heel veel. Hier lag vorig jaar ook. Ja, vorig jaar. Maar ja, het grondwater gaat steeds verder zakken. Ja, ik zie het opeens. Volgens mij is het hier rustig gebleven. Ja, is het daar rustig? Ja. Ja, jij ziet het natuurlijk allemaal. Ik zie alleen wat. Nou ja, je ziet het niet super goed. Ja. Want het is allemaal van de bad. Ja. Ja. Als ik er nu in val, hè? Ja, je valt niet zo snel. Nou, dit is wel onverdeeld, hoor. En zie je wat? Nee. Nee, ik denk dat deze... Al is die wel veilig voor de kikkers natuurlijk. Ik weet niet hoor. Het is een veilige plek. Zie je wat? Nee, dit is heel ondiep. Oké. Okay, ik steek één vinger erin en ik zit in de modder. Het grondwater is hier al gezakt. Ja. Nou, kom maar uit. Nou, dan gaan we even dit kikkerdril op zijn plek brengen. Maar ik weet nog een plek. Oké, okay, we gaan even kijken dan. Ik hoor. Nou, even de emmer pakken. 1, 2, 3. Deze kant op. Heb je even? Ja, heb je even. Oké. Okay. Gaan we ze hier loslaten? Ja. Hier is een mooie plek. Hier is rustig. Nee, dat gaat alleen niet. Een druppeltje. Die dat gaat even niet. Nou, kan je hier eventjes het papier weggooien. In de restafval. Heel goed. Dan gaan we ze loslaten. Ja. Okay, waar is het water op? Weet jij dat nog? Bij die hoge bomen denk ik daar. Ja, hè? Daar staan we. Wat mooi hier, hè? Ja, het is ook heel rustig hier. Ja, rustig. Ja. En een waterval. Ja, dat waterval is echt mooi hier, hè? Ja. Zo, die is mooi. Hier gaan we naar beneden. Een waterval. Mossen, denk erom, is glad. Niet je stijl loopt. Oké. Okay. Even verder lopen nog, langs de kant. Ja, ik moet eventjes hem neerzetten. Voel maar niet. Dat ik niet ja, zelf. We lopen even naar het hoekje toe. Oh, wij maken het. Doe je eerst eentje hier? Ja. Oké. Okay. Kikkerdril. Eentje zo, ja. Ik wens je een fijne tocht. Hele goede periode hier.
Huppatee, ja, leg maar daar in de hoek. Hier. Zo. Kijk. Fijne periode. Kijk, hier kun je helemaal mooi, je kunt een kikkertje zo op die eilandjes. Ja. Dat wordt zo meteen natuurlijk allemaal begroeid. Ja. Dus dat ligt mooi. Kijk, hier kun je er ook nog één doen. Kun je de emmer vasthouden? Ja, gewoon, dan gaan we vast zo. Ja. Hup. Het is echt lastig pak hoor. 1, 2. Yes. Come on! Ja. Kijk. Heel goed. Zo. Ja, heel goed. Op terug. Ja, die gaat wel. Anders gaan de eenden meten. Ja, daarom. Zo? Ja, zo, dit gaat wel goed komen. Volgende, het gaat regenen namelijk. Ja, dat zie ik ook. Hup. Waar? Oh, hier zo. Ja, hier ook een mooi plekje. Er zijn wel een paar eenden, zie je. Oh, zit er een te broeden ook daar op het eiland. Oh. Zie je het? Ja. 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 Is dat handig? Tuurlijk. Het is de natuur. Ja. Huppada, en een andere hoek kunnen we er ook een doen. Hup. Ja, dat is een appel die weggewaaid is van piepschuim. Laat maar neer. Laat maar gewoon liggen. Komt uit die bloemstukjes. Ja. Hup. Ja, ga maar wat dieper misschien. Dat is handiger misschien. Dieper? Ja, dieper. Iets verder weg. Zo, iets verder. Ja, hier. Ja? Nee, gewoon verder weg. In het water. Oh, gooien. Ja, gewoon hop, zo. Ja. Want dan zakt hij een beetje naar de bodem. En dan heeft hij veel meer, want anders gaan die eentjes ook alles opeten. Moet ik die andere ook even doen? Nee, je kan gewoon naar de volgende. Kom. Okay. Je kan ze eerlijk verspreiden. Ja, dat is wel. Hier kun je ook weer doen. Hier. Eentje doen. Oké, okay, dat is een mooie waterval daar. Even inzoomen. Deze ook gooien? Gewoon, je kunt daar neerleggen, ja. Hop. Zo. Het drijft vanzelf wel een beetje weg. Oh, die blijft daar weg. Als die ene maar niet opeten, dat is het belangrijkste. Ja. Kijk, oh, en ja, daar is ook nog een waterval. Dat zie je dat? Even. Doen we in de waterval lijkt in de verte. Lijkt dat die ene dood is. Mooi hoor. Nee, die eentje lekker te broeden. Verder weggooien. 1, 2, hop. Ja. Nog eentje. En hier verderop weer. Een beetje verspreiden over de hele sloot. De kikkerzeel. Kijk, hier heb je mooi in het groen. Ja, dat is echt. Dan kan je ze lekker in het groen. Prachtplekje. Prachtig plekje. Zo, heel goed. In het midden van het groen. Ja, ja, hup. Super plek. Zo, die. Ja, en dan heb ik nog een plekje ernaast. Hier zo nog. Ja. Huppata. Hoe gaan we daarvoor pakken? Ja, maakt niet uit. Deze gooien. 1, 2, hup. Goed bezig. Wees fijn. En heb ik hier ook nog riet. Kijk. Ja. Hier nog riet. We hebben nog wel wat over hoor. Ik laat deze voor het kijken. Ik laat er eentje die echt. Eentje voor jezelf. Ja, ik zit even kijken. Een klein stukje voor in de bak. Ja, ik weet het. Ja, weet je wel. Ja, die kan ook hier. Dit is echt een hele mooie grote. Ja, oké. Ik ben ook niet zo groot te hebben. Nee joh, wij zitten zoveel kikkers te zien. Ja. Ik denk dat deze. Leg je er gewoon bij, die iets dieper. Deze ja, is wel voor ons. Oké, okay, nou, dan doe je eentje nog in de diepte. Ja, deze is heel oud. Nou ja, heel oud. Ik heb hier ook nog een platje. Ik heb hier ook nog een plekje. Lopen. Niet lopen, te veel lopen. Niet, anders gaat het vallen. Ja? Ja. Anders gaat het vallen. Ja, weet je, dan niet kastje. Oké. Kijk, die gans die gaat zich helemaal plat maken. Ja. Zie je dat? Die doet net of hij hem dus niet ziet. Zie je hem eigenlijk ook niet echt. Je ziet hem ook zo niet. Nee. Dat is heel mooi. Hij houdt zich helemaal gecamoufleerd. Maar goed, die zit zo meteen hier dus met allemaal babygansjes. Oké, kom. Deze kunnen we beter voor onszelf houden. Mooi. Ja, ook nog een plekje. Goed bezig. Hoppakee. En even kijken. We hebben nog. Deze. Kijk, anders kun je daar bij die waterval doen. Een hele grote. Ja, misschien bij die waterval. Of die zijkant van die waterval.
denk aan de... Ja, ik zie daar een... Ja, zie je daar wel een mooie plek? Ja, we hebben nog één groot en de rest is dan voor ons. Oké. Zo. Ja, heel goed. Wens jullie een fijne tocht. Ja, een hele goede tocht. 1, 2, 3. Heel goed. Zo. Goed gedaan. Nou. Het laatste is voor ons. Oké. Wat heb je er nog over voor bij ons in de bak? Oh, kijk je. Laat maar liggen. Ik zie het wel zo. Kijken. Ja, dat is prima. Weet je, want het, als er zoveel keer komt, nog zoveel kippetjes uit. Dus dan heb je dat prima gedaan. Ja, het lijkt meer zoals het er is. Dat laatste wat ik in heb gegooid is echt groot. Ja, oké. Daar komt echt veel uit. Nou, dan heb je nou in ieder geval heel goed je best weer gedaan om de kikkerpopulatie te redden. Ja, we moeten volgende week nog even kijken naar de pad. Ja, dan kijken we nog voor padjes ook in eigenlijk. Want pad dan, hebben we nog niet... Nee, maar dit is wel een heel mooi gebied zo, hè? Ja, een hele goede aanrader. Goede aanrader. Hier kunnen de kikkertjes, mochten er de kikkertjes uitkomen. Ja, dat is natuurlijk altijd nog zo'n vraag. Dat is natuurlijk een beetje de vraag, natuurlijk. Je weet het nooit, hè? Nee. Dus dat, maar als het in ieder geval zo is, dan... Ik zal omdraaien, dan ben ik ook weer in beeld. Zo, hoppata, ja. Als het in ieder geval uitkomt, dan is dit echt een hele goede plek. Ja. Nou goed, we hebben ze tenminste weer een kans gegeven. Ja. Want op die andere plek hadden ze helemaal geen kans. Nee, maar echt, ja... Die kikkers leggen ze maar... Ja, die kikkers denken, alles lekker warm water. Dat vinden ze wel lekker natuurlijk. Begrijpelijk. Ja. Maar goed, voor nu. Hey, laatjes. Dit was ons kikkervlogje 2021. 20. Want we hebben ook al in vorig jaar, 2019, hebben we het ook al gedaan. 18. Dus, 18 niet. Nee, 18 niet, want we wonen nog niet. Nee, toen wist het ook niet. Dus voor de 2021 is dit onze kikkerredding. En misschien iets later in de week ook nog. Ja, maar we moeten nu wel even snel naar huis. Ja, want het gaat regenen. Heel hard. Dus we zien elkaar weer bij de volgende vlog. Yes, doei. Yes, vergeet niet te abonneren. Yes, doei. Ja, hoi. Bedankt voor het kijken van deze vlog. Hopelijk vond je hem leuk. Abonneer op mijn kanaal en blijf op de hoogte. Geef deze vlog een duimpje omhoog. En tot de volgende vlog van mij. Doei!